bij deze nieuwe Kruidvatshop vlog. Ik ben van de week even heel kort naar binnen gegaan omdat ik een aantal cadeautjes wou kopen voor de feestdagen. En vanwege corona ga je natuurlijk niet te lang binnen. Dat is ook niet echt netjes dat je uitgebreid gaat shoppen, maar even kort binnen is wel even fijn. Want ook ik heb echt tot januari dat ik bij huis zit en je komt er eigenlijk helemaal niet uit. Je kan helemaal niks meer. Dus ja, dat je dan even kort een beetje kan winkelen is dan ook best wel prettig. Dus ik ben even kort bij de Kruidvat naar binnen gelopen voor kerstcadeautjes. En om te beginnen had ik een kerstcadeau en dat is een wekker met draadloze lader van Watch Home. Dan kan je je telefoon opleggen en kan je de tijd en datum instellen. Het heeft een aanraakfunctie, temperatuurweergave. En staat bij deze stijlvolle houten wekker met draadloze lader is in te stellen in een 12 en 24 uur functie. Er kunnen maximaal 3 verschillende alarmtijden worden ingesteld en de wekker is te gebruiken met 3 keer AAA batterijen of, wat denk ik het makkelijkst is voor diegene, USB kabel. Batterijen die mee met draadloos opladen werken met alle smartphones die QI compatibel zijn, dus waarschijnlijk moet het wel kunnen. Anders kan ik het nog laten ruilen voor diegene. En dit is dus het cadeau. En de prijs ga ik niet zeggen, want het is niet leuk om, als diegene wel kijkt, dan weet hij ook gelijk de prijs. Ik vind dat wel leuk met cadeautjes, dat je het gewoon in het midden houdt. Dat vind ik wel een leuk cadeau. En diegene die heeft ook heel vaak wel met dat hij bijvoorbeeld 's ochtends de wekker niet goed hoort of er doorheen slaapt. En met zo'n wekker moet het vast goed komen. En dan had ik nog gezien dat de Bolsius geurlijn 50% korting was. En toevallig wist ik dat er 2 nieuwe geurlijnen zijn bij Bolsius, namelijk de Fresh Breeze en nog een andere. En ik heb deze producten ook gekozen omdat ik eigenlijk de manier ook wel goed vind. 50% plantaardige wax en 0% animal fat, dat is ook belangrijk, en palm olie free. Dus we proberen wel op een eerlijke manier aan de producten te komen. En de mission is green, dus de missie is wel zo groen mogelijk. Wat ik net ook zei, hè? 50% plantaardige wax en 50% paraffin. Nou ja, het is in ieder geval social responsibility, dat ze het belangrijk vinden, dus dat ze wel op een goede manier proberen deze producten op een eerlijke manier te verkopen en te maken. Ik heb in ieder geval van deze kaars heb ik er 2 en het is wel een mooie glazen verpakking. Hij ruikt heerlijk. Frisse breeze geur, alsof je zeg maar in de zomer op een terrasje zit of bij de zee en dat je dan zo'n vleugje ruikt. Oh, zo lekker. Ik word hier echt heel erg blij van. En ik heb er 2 van, omdat ze te lekker zijn. En 50% korting, hè. Dus ze waren nu bijvoorbeeld, geloof ik maar, 2 euro of zo. En ik had ze ook nog in kleine windlichtjes. Theelichtjes. Omdat je nu veel meer bij huis zit, is het wel fijn dat je een lekker theelichtje aan kan doen. 'S avonds of overdag. Heb ik nu achter me ook. Vind ik heel gezellig. En deze, die zie je normaal veel beter. Maar helaas kon ik niet goed neerzetten. Dat is zeg maar van de Action. Dan zie je meerdere kaarsjes erin. Alleen, officieel kan je het natuurlijk niet hier opzetten. Maar ik vond het wel leuk om het nog even te laten zien. Dat je hem gewoon zeg maar zo aan hebt. En dan zie je veel meer theelichtjes. Kijk, het ziet er heel leuk uit. Ik ga hem eventjes hier achter nog neerzetten. Zo. Want je ziet het nu dus helaas niet goed, omdat hij net niet recht zit. Ik had dus de geurstokjes. Die waren dan ook van die lijn. En die waren dan al 7 of 8 euro, maar nu de helft. Ik zag nog een leuk mondkapje en mondkapjes zijn gewoon ideaal in deze tijd. En dit is ook een heel dunne. Dit is ook een hele dunne die gewoon lekker fijn zit. Want al die andere had ik op mijn werk om. Die stoffen die zaten helemaal niet lekker. Die van de Zeeman bijvoorbeeld zaten heel benauwend. En je had hem in zwart geloof ik ook nog. En dan deze. Ik zou het wel leuk vinden als hij ook nog in bloemetjes zou zijn of libelles of wat dan ook. Ik vind de malpanten niet zo leuk, maar toe maar beter dan zwart. Dus 1,50 zo'n mondkapje. Dan had ik nog een heel lekker damesparfum gezien. En wat ik vaak doe is, als ik iets in de actie zie, dan zoek ik op internet zoek ik het op. En dan ga ik kijken. En dan ga ik kijken welke geurnoten gebruikt zijn. Of het een beetje in de richting komt met wat ik lekker vind. En dit is Agents Pro Velour Fatal Intense.
En het is een geurtje, een beetje kruidig, een beetje oriental. En ik heb hem dus op internet even opgezocht. Het kussen blijft ook niet staan, wacht even. Even goed doen, zo. Het flesje is echt super feestelijk. Echt ook leuk om deze cadeau te doen. Voor de feestdagen aan iemand. Kijk hoe het flesje al is. Het ziet er echt heel mooi uit. En het geurtje had ik dus net al even op mijn pols gespoten. Omdat je dan zeg maar niet meteen de geur ruikt, maar na een tijdje. Maar hij ruikt echt heel lekker. Een beetje kruidig. Een beetje zoet, niet te zoet. Echt een heerlijk luchtje. En normaal is die op internet nog best wel duur. Dus een tientje voor zo'n flesje. Het is volgens mij ook nog best wel veel milliliter. Het is namelijk, even kijken hoor, hoeveel milliliter het is. 50. Dus het is niet duur voor een tientje. Om jezelf even te verwennen met zo'n lekker parfumpje. Ik had nog wat feestelijke artikelen. Namelijk, er komen familieleden met kerst even bij me eten. En dan ga ik koken. En dan heb ik het hele leuke tafellopertje. Met glitters en een beetje rode-achtige glinsterdingetjes. Het is echt een hele leuke tafelloper. Hij is heel lang en je kan hem zo bijknippen. Ik had al op tafel hem gelegd. Dus dit is nog een extra stukje. Die kan ik hier op de salontafel doen. Met nog bijpassende matching vlinders. Bij Kruidvat had je 2 plus 1 gratis voor feestartikelen. Kijk, dit zijn de leuke vlindertjes. En ik had dan voor 2 euro deze geloof ik. En de tafelloper voor 2,90 geloof ik. En ik had nog leuke hangers voor in de kerstboom. En dat waren het een soort vissen. Hele leuke blauwe. Die kan ik helaas niet laten zien. Want die heb ik ergens anders laten liggen per ongeluk. Maar in ieder geval 2 plus 1 gratis met kerstartikelen. En de bolsie is 50%. Dus dat was ook echt dik 7 euro ging er nog af bij de kassa. En ik had nog voor de feestdagen. Dat is ook echt ideaal. Annie Rolfi. Hele goede panty. En die was van 5 euro naar 2,50 en de pantykousers waren nu 1 euro. Wat ik zo handig vind aan deze is dat het zeg maar bij de teen, ik zal even het stikkertje ophalen, dat je bij de teen het zeg maar open hebt. Dus als je dan een laars aan hebt of een schoen, dan heb je niet dat het zo strak zit. Kijk, hier op het plaatje, dus bij je teen is het zo open, dat is heel makkelijk. En 15 dernier is het. En die andere is ook 15 dernier. Je had dus eigenlijk ook wel hoger, want ik wou hem wel iets warmer de panty. Maar ja, je had dus deze alleen nog maar in 15. En wat ik wel fijn vind, is dat ik expres een grote maat kies, 42-44. Want die panty zit altijd heel strak bij je buik. Dus als je een maat S hebt bijvoorbeeld, dan kun je gerust maar 42 nemen. Want dan zit het in ieder geval helemaal met de feestdagen, als je heel veel eet, zit het niet zo strak bij je buik. Dus vind ik wel echt een goede tip. Goed, wat ik nog gekocht had ook is een cadeau te geven, nog heerlijke bonbons. Hazelnoot, diegene is er gek op. 1,50 maar. En de kerstpostzegels, die zijn dit jaar trouwens super leuk. Met een flamingootje. En met een kerstboompje, met hangers. En er was ook een leuk tijgertje bij. Maar ik heb de meeste, zoals je ziet, al op de kerstkaarten gedaan. Die zijn al lang op de post gegaan. En deze heb ik dan nog over. En ik ga misschien nog een paar kerstkaartjes dan nog sturen. In ieder geval waren dit de Kruidvat shop itempjes die ik even heb laten zien. Vond je deze vlog nou leuk? Doe dan even dat duimpje omhoog. Het zou ook leuk zijn als je een reactie achterlaat wat je van deze gekochte dingetjes vindt en of je de korting ook leuk vindt. En als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal en je denkt wat een leuke vlog. Nou, ik vind het heel leuk om nog meer nieuwe abonnees te krijgen. Ik heb inmiddels bijna de 110 abonnees gehaald en tot voor kort had ik nog 80. Dus ik ben jullie heel erg dankbaar dat ik dankzij jullie steeds meer abonnees krijg. En ik heb ook nog een leuke winactie dat je badproducten kan winnen. En dit kan nog maar tot 1 januari. En wat je hiervoor moet doen is dan eventjes mijn kanaal delen op je Instagram en Facebook. In ieder geval de link van die winactie, die video. Daarvoor moet je even een screenshot maken in je Instagram story. En bij Facebook graag bijvoorbeeld de video even delen. En dan ga ik onder de mensen die daaronder gereageerd hebben eventjes één uitloten. Je moet natuurlijk wel neerzetten onder de juiste winactievideo. Ik doe mee. En dan 1 januari maak ik de winnaar bekend. Nou, tot een volgende vlog. Hele fijne feestdagen.
En alvast een heel gelukkig nieuwjaar. En ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. Groetjes, hot stuff voor ladies. Doei!